allemaal. De vorige keer heb ik een klein mini-boekje gemaakt van één vel Designer Series Paper. Dat is dit boekje met allemaal kleine leuke flapjes. En pockets, noem maar op. Ik wilde proberen een iets stevige versie te maken van een gewoon vel A4 cardstock. Dat bleek niet zo makkelijk te zijn als ik dacht, maar we gaan kijken of we een poging kunnen ondernemen. Omdat het papier namelijk een stuk steviger is, gaat het vouwen ietsjes lastiger. We beginnen met rillen bij 4 en 1 achtste. Ik draai hem om en ik doe hem op 3 en 7 achtste. Dat is dus één van die kleine streepjes voor de 4 en 7 3 vierde. Dat is twee van die streepjes voor de 8. Ik vouw mijn papier. Terwijl ik aan het vouwen was bij mijn vorige versies, ontdekte ik, als ik deze maten gebruikte, dat er een hele kleine overlap was. Die overlap heb ik voor gekozen om daar een klein stukje dus af te snijden met een snijapparaat of een snijmes en lineaaltje. Ik zal het er even afhalen op de achtergrond met een snijmes. Zoals ik al zei, een heel klein stukje, want je ziet, nu is hij precies goed. Het scorebord kan weg en we kunnen gaan snijden. Ik maak een snee van de eerste vouwlijn naar beneden. Ik draai het papier een stukje. En ik maak een snijlijn van de middelste vouwlijn naar beneden. Nu kan het zijn, omdat dit papier wat dikker is, dat het vouwen soms wat lastiger gaat en dat het misschien nodig is om een heel klein stukje, een flinterdun stukje eraf te snijden. We gaan even kijken of dat nodig is. Maar voordat we dat doen, maak ik eerst een klein inkeping met mijn pons. Hier komt straks namelijk de pocket en het is makkelijker om het nu alvast te doen. Ik vouw dit naar beneden en ik vouw deze opzij. Ik draai het geheel om. En ik denk dat ik dit strookje ietsjes in ga snijden. Want ik weet, straks gaat deze naar beneden en dan vouwt dit er overheen. En dat kan ietsjes lastig vouwen. Dus ik pak mijn lineaaltje erbij. Misschien is het makkelijk als ik hem even ietsjes omdraai. Ik draai hem dus 180 graden. Ik pak mijn snijmesje en ik snij er echt een heel klein, een flinterstukje af. Zoals je ziet, echt mini. Even dat ietsje netjes op. Ik draai het geheel weer om. Nu doe ik alsnog dit flapje naar beneden. Deze gaat nu netjes opzij. En die gaat er mooi overheen. Nu kun je dus net als bij dit boekje een mooi stukje, misschien een klein restje designerpapier of een ander stukje kaartstok. En uiteraard kun je dit boekje nog verder versieren door allemaal kleine stukjes designerpapier erop te plakken. Het boekje kun je ook nog de hoekjes afronden, net als ik dat hier heb gedaan. Maar je hebt dus een flapje omhoog, een flapje opzij, weer een flapje omhoog en de pocket. Om de pocket te lijmen, vouwen we dit even een stukje naar beneden. Pakken er wat vloeibare lijm of wat sticky strip. Als de lijm weer wil meewerken. Dat wil ik deze keer niet. Ja, daar gaat hij. Klein beetje lijm. Toedrukken. En je boekje is klaar. Tenminste, de basis. En deze kun je dus nu naar hartelust versieren. Veel plezier ermee en tot ziens!